en welkom bij deze soort van tutorial video. We hebben hier aluminiumfolie, een pen en een bak met tafeltennisballetjes of pingpongballetjes, of hoe je het ook nog noemt. Ik heb hier de oude pingpongballetjes, tafeltennisballetjes, niet even tafeltennisballetjes. Ik zit namelijk op tafeltennis, sommigen weten het, sommigen niet. Daarom deze. Je hebt wel de oude tafeltennisballetjes nodig, want kijk, dat zijn zulke waarschijnlijk, oranje. Dan moet er geen 40 op staan, 40 plus. Als er 40 plus op staat, dan is het zijn plastic balletjes, dus dan gaan ze niet roken. Maar dit is dus een rookbom tutorial. Ten eerste heb je een balletje nodig. Deze heb je al nodig om het roken eruit te laten komen. Ten tweede heb je gewoon even wat aluminiumfolie nodig. Even te afhalen. Zo. Het hoeft niet zo groot te zijn. Is het normaal? Ja, gewoon een grote. Je doet het balletje zo. Zo, erop. Wacht even. Zo, je doet hem erop. Zet de pen zo erbij. Pak hem beet. En je maakt een soort van met de pen zo. Die stip op de bal. Heb je een soort van schoorsteentje waar het rook dan uitkomt. Nog even één ding. Ik ben niet verantwoordelijk voor als er wat gebeurt met de rookbom of iets dergelijks. Maar ik hoop dat jullie dat begrijpen. Kijk, daar heb je dit. Moet je deze eruit halen. Hier is ook een gaatje. En hier heb je dan een balletje met aluminiumfolie. En dat is dan een rookbom geworden. Ja, ik heb deze dus eigenlijk van mijn vriend gekregen, omdat we die balletjes toch nooit meer gebruiken op de club. Dus daarom heb ik deze nu. Dus daar heb je dit als het resultaat. Oké, je hebt dus dit en je hebt een aansteker nodig. Aansteker, kijk, ik heb deze even gepakt. Dit is een vuurwerk aansteker. En dan moet je dus de onderkant, dit stukje, moet je gaan vitten. Dan zien jullie zo het resultaat. Oké, mensen, we zijn dus hier. Je hebt deze. Dan moet je aan de onderkant vitten. Dan krijg je dus dit effect. Oké, mensen, de stoffen zijn eigenlijk niet zo goed voor je, dus probeer zo min mogelijk van deze stoffen in te ademen. Oké, mensen, ik hoop dus dat jullie genoten hebben van deze video. Je zag hier het resultaat. En smash op de like button. We gaan even zulke soort van tutorial video's maken. Ah, dit is heet. Maar we gaan, oh god. Dus we gaan een soort van zulke tutorial video's even maken. Van hoe maak je dit of hoe maak je dat. Omdat, jullie hebben al gezien in de vorige video. Als jullie dat hebben gezien, de link staat in de beschrijving. Waarom het dus komt dat we geen video's meer kunnen maken. In ieder geval geen game video's kunnen maken. Dus smash op de like button, abonneer hier beneden. En dan zeg ik later.